Gemeente van Christus, hier in Den Haag. Wij zijn hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier. De oever waar we niet zijn, noemen wij de overkant. En die wordt dan weer deze kant, zodra we daar zijn aangeland. Het zijn de eerste versregels van een lied van doctorandus P, De Veerpont. En ze schoten me te binnen toen ik van de week bezig was met de tekst van vanmorgen. De overkant. Deze kant en de andere kant. Want daar gaat het over deze weken hier in de Kloosterkerk. Over de overkant. Over oversteken naar de overkant. En daar gaat het ook over in het verhaal dat we vanmorgen hebben gelezen. Over naar de overkant gaan. Ja, en die overkant, die kun je dus vanuit twee perspectieven bezien. Vanuit het punt van vertrek. Van de ene kant, hier. En vanuit de andere kant. Dat punt waar je naar hier, naar deze kant kunt kijken. Eerst maar eens dat eerste perspectief. Vanaf hier naar daar kijken. Dat is het perspectief van de leerlingen dus. Want die leerlingen die staan hier, aan de oever van het meer. Op het punt om in de boot te stappen, om naar de overkant te gaan. Weer op weg naar de bewoonde wereld, naar huis en haard, naar een momentje voor zichzelf. Even rust, even bijkomen, even opladen. Ze waren namelijk naar een afgelegen plek gegaan. En daar hadden ze een intensieve dag achter de rug. Vol indrukken, vol emoties. Gesprekken gonzen nog na in hun hoofd. En hun gedachten tollen nog in de rondte. En ze zien alles wat ze mee hebben gemaakt op die dag nog zo voor zich. Al die honderden, die duizenden mensen, mannen, vrouwen, kinderen. De hongerige blikken. Het weinige brood, de woorden die Jezus sprak, zijn zegenende gebaren. En dan die wonderlijke ontdekking dat er toch genoeg was, dat dat weinige brood, die paar vissen, dat dat voldoende was, meer dan voldoende voor zoveel mensen. Het gaat allemaal nog na in hun hoofd, maar nu valt de avond. En zakt de zon achter de horizon, wijkt de hitte en komt het verlangen op om even thuis te zijn. Om even in de eigen binnenkamer te verkeren. En niet alleen de leerlingen, maar ook Jezus zelf zoekt de afzondering. Ook hij heeft het kennelijk nodig om even vrij te zijn, om even los te zijn. Los van al die mensen die zich aan hem opdringen en die om hem heen drommen en die iets van hem willen. Ook hij moet een balans vinden in aan de ene kant er voor de ander zijn en aan de andere kant voor zichzelf zorgen. Ik vind dat altijd wel bijzonder en ook geruststellend. We zijn dus niet de enige die voortdurend moeten zoeken naar die balans. Jezus gaat de berg op om te bidden en stuurt de leerlingen alvast vooruit naar de overkant van het meer. En ze gaan. Maar dan komt er tegenwind. En de wind krijgt vat op het water en het meer begint te kolken en vanuit de diepte van het water welt
als een grommend monster een zee van angst op. En zo woest als de golven zijn, zo onstuimig is het gemoed van de leerlingen. Kennelijk, want daar is na enige tijd ook opeens Jezus. En hij zegt, houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Waarom Jezus pas zo laat naar die leerlingen komt, ook als het al uren tekeer gaat, daar op dat meer, en waar die leerlingen nou precies zo van in paniek waren, en waarom ze Jezus niet herkennen en denken dat het een spook is, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Maar hij is er. In de nood, in weer, in wind, midden op de woeste baren van het leven, in de nacht van strijd en zorgen. Hij is er. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Ja, en dan zou je kunnen denken, dat is een mooi verhaal. Met een mooie moraal. Uit het leven gegrepen. Als je na een intensieve periode even tot rust probeert te komen, even afstand neemt van alles, dan begint het juist vaak te kolken. En dan komen juist al die angsten naar boven, die er eigenlijk altijd al in je rondwoelen, maar die je als je druk bent of als je druk hebt, onderdrukt omdat je anders niet kan functioneren. 'S Nachts als je in bed ligt, dan begint het te malen in je hoofd. Dan slaat de paniek toe. Dan zie je spoken die er opeens opdoemen. Dan doet al het vertrouwde opeens vreemd aan. Maar dan, zo leert het verhaal ons, dan mag je weten dat hij er is met zijn woord. Houd moed. Ik ben het. Wees niet bang. Alleen, het verhaal eindigt hier niet. Het gaat verder en het graaft dieper. En nu wordt het eigenlijk pas echt spannend. Want hier, op dit punt in het verhaal, scheiden de wegen van Petrus en de andere leerlingen zich. Allemaal zitten ze in hetzelfde schuitje. Allemaal vallen ze ten prooi aan dezelfde angst en hetzelfde beven. En toch, Petrus gaat de boot uit. En de rest, de andere leerlingen, die blijven zitten waar ze zitten. En wat is dat dan? Waar zit dat dan in? Wat drijft Petrus om uit die boot te stappen? Als ik het goed gelezen heb, dan wil Petrus in de buurt van Jezus zijn. In dat krachtenveld dat van hem uitgaat en dat om hem heen is. Petrus zegt niet, laat mij ook over dat water lopen, Heer. Het gaat hem niet om de truc of om het avontuur. Nee, hij zegt, als u het bent, Heer, zeg dan dat ik naar u toe moet komen. Want dan kan ik het ook. Dan word ik ook gedragen door diezelfde kracht. Vul ik de verzwegen zinnen maar even aan. En bemoedigend zegt Jezus dan, kom. En Petrus vertrouwt Jezus op zijn woord, loopt over het water naar hem toe. En zolang hij de focus op Jezus houdt, gaat dat ook goed. Dan heeft hij vaste grond onder zijn voeten. Maar als hij die focus verliest en om zich heen kijkt en ziet hoe de wind vrij spel heeft met het water,
Dan zakt de bodem onder hem weg en dan zinkt hij naar beneden en dan schreeuwt hij het uit: Heer, red me. We zien het allemaal zo voor ons gebeuren. Een impulsieve, spartelende, falende Petrus. Want dat is het perspectief van waaruit wij kijken vanaf hier. Het perspectief van waar de leerlingen staan. Naar wat er daar gebeurt op dat meer. Maar er is nog een ander perspectief. Een tweede perspectief in dit verhaal. En dat is het perspectief vanuit Jezus bezien. Snel en accuraat reageert hij op die schreeuw van Petrus. Hij steekt zijn hand uit, grijpt Petrus vast en zegt dan dat ontroerende zinnetje: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Ik vind dat dus echt een heel ontroerend zinnetje. Ik heb namelijk altijd gedacht dat de toon van dat zinnetje er een was van, ja, teleurstelling, verwijt, bestraffing misschien ook wel. Hé, wat heb je toch een klein geloof, Petrus. Waarom heb je getwijfeld? Maar nu denk ik, dat zegt meer over mijn eigen kritische blik dan over het verhaal zelf. Want van de week zag ik opeens dat Jezus dat zinnetje tegen Petrus zegt voordat ze weer samen in de boot stappen waar die andere leerlingen nog in zitten. De andere leerlingen hebben dat dus niet gehoord. Het is iets tussen Petrus en Jezus. Nabij. Liefdevol. En in die intimiteit tussen Petrus en Jezus, als Jezus zijn helpende hand naar Petrus uitsteekt, dan zegt hij, en misschien heeft hij het wel in zijn oor gefluisterd: Petrus, het is geen kwestie van falen. Het gaat om vertrouwen. En dat ontroert mij, omdat ik mezelf opeens terugzag in die scène. Op het moment dat mijn zoon voor het eerst ging lopen. Hij is nu 1,90 meter en traint voor de halve marathon. Maar het was gisteren dat hij zich optrok aan de spijlen van de box en aarzelend zijn eerste stapjes probeerde te zetten. Ik stond tegenover hem in de kamer en ik keek ademloos toe. En blij en opgetogen dat hij zijn eerste stapjes waagde, zei ik: Kom maar hierheen. Kom hier, pak mijn hand. En hij kwam. En hij viel. Maar dat was helemaal niet erg. Want hij klauterde op en probeerde het opnieuw talloze keren, totdat hij lopen kon. Theodore Roosevelt heeft eens in een toespraak gezegd, en ik citeer hem even: het is niet de criticus die ertoe doet, niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt of wat de man van de daad beter had kunnen doen. Nee, de eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, wiens gezicht besmeurd is met stof, zweet en bloed, die zich kranig weert, die fouten maakt, die keer op keer tekortschiet, die, als het mee zit,
uiteindelijk de triomf van een grote prestatie kent. En als het tegenzit en hij faalt, in elk geval faalt, terwijl hij grote moed heeft getoond. Geliefde gemeente, wij allen hebben angst. Wij sterven 1000 doden, overdag. En vaak meer nog in de nacht, als de zon achter de horizon zakt. Als de avond valt en wij alleen zijn met onszelf. Of de nabijheid van God zoeken. Wij allen hebben angst, of we willen of niet. Angst om een wereld vol haat en geweld. Angst om water dat stijgt, om kolkende rivieren, om hitte die niet wijkt. Angst om een veranderend klimaat. In de politiek, in de maatschappij. Angst over bestaanszekerheid. Angst om de uitslag van een ziekenhuis. Angst of we het wel goed doen, of het zullen redden. Angst of er wel toekomst zal zijn voor onze kinderen en kleinkinderen. En wij zijn hier vanmorgen niet om te horen dat we geen angst mogen hebben of dat angst niet bestaat. We zijn hier om bemoedigd te worden, om moed te krijgen, om in de arena te gaan staan en zich daar in het krachtenveld van God te laten trekken en erop te vertrouwen dat Hij er is en zal zijn, hoe dan ook. En wie dat durft, wie dat waagt om uit de boot te stappen en in de arena van het leven te gaan staan, die zal, net als Petrus, het uit ervaring ondervinden. Voor die andere leerlingen die nog in de boot zitten en die daar ook zijn blijven zitten, blijft het allemaal een gebeuren op afstand. We horen verder ook niet zoveel over hen in dit verhaal. Ze komen aan het eind nog wel tot een soort verstandelijke slotconclusie die ze trekken uit al dat verbazingwekkende wat ze dan zien voor hun ogen. U bent werkelijk Gods zoon, zeggen ze. Maar Petrus ondervindt het aan den lijve dat er midden in de arena van het leven een kracht is die het draagt en voortdraagt over alle angsten heen. Dat er als het ware een bodem is waar je nooit doorheen zakt. Niet in leven, niet in sterven, niet in tijd en niet in eeuwigheid. En dat is een kracht die op je toekomt. Vanaf de andere kant. Vanaf de kant van God. En die je keer op keer uitnodigt om eerste stapjes te zetten op de weg van het vertrouwen. Kom maar, hier is mijn hand. Amen.